Vandaag was het de laatste zittingsdag voor leden van de oude Tweede Kamer. En dus ook de laatste dag voor Kamervoorzitter Piet Buckman. En in die functie, die de kroon op zijn werk moest worden, kreeg hij de afgelopen jaren veel kritiek te verduren. Maar er waren ook hoogtepunten. Buckman was de man die in de begin jaren 80 het CDA met alle bloedgroepproblemen bij elkaar wist te houden. En nu, na de grote verkiezingsnederlaag van het CDA van 6 mei, is hij kritisch over de nieuwe koers van zijn partij. Politiek verslaggever André Zwartbol sprak met Piet Buckman. Ik dank u zeer. De vergadering is gesloten. En met die woorden sloot Buckman om 17:30 vanmiddag zijn laatste vergadering af als Tweede Kamervoorzitter. Buckman oefende al vroeg als voorzitter. Hier als voorzitter van de Christelijke Boeren- en Tuinersbond, waar hij soms de taak als uitsmijter had. Maar na 20 jaar verliet Buckman in 1980 zijn boeren. Buckman, gefeliciteerd met de kandidaatstelling. U kijkt erbij als een boer die kiespijn heeft. Het klinkt een beetje raar, maar... Misschien een aardige uitdrukking in dit verband. Ja. Dames en heren, mijn laatste beleidsdaad is om de voorzittershamer te overhandigen aan mijn opvolger Piet Buckman. Buckman werd CDA-voorzitter op het moment dat drie christelijke partijen samensmolten. Het CDA was geboren en Buckman stond aan de wieg. Inmiddels is het CDA opgegroeid, maar na 18 jaar ziet Buckman dat de grote successen alweer in het verleden liggen. Soms heb ik ook het idee dat partij niet helemaal goed heeft geanalyseerd waar de potentiële kiezers zitten. De potentiële kiezers van het CDA die zitten toch over het algemeen meer in de behoudende dan in de progressieve hoek. Hè? Terwijl het partijprogramma in veel opzichten toch een tamelijk progressief karakter droeg. Dan jaag je nou in een bepaalde richting of probeer je datgene wat je hebt en wat goed is ook te behouden. Maar wat zegt u eigenlijk dan over de huidige koers die het CDA dan gekozen heeft? Inhoudelijk, programma daarbij en zo? Ja, nou ja, ik zeg niet zonder meer. We hebben 5 zetels verloren, dus de koers is goed. Ja, dat soort geluid heb ik ook wel eens gehoord. Ja, dat zegt de fractievoorzitter ook. Dat zijn de commentaar ook wel eens geweest. Ik denk dat er heel zorgvuldig moet bekeken worden of de lijn die we gekozen hebben, of dat de juiste is. Je moet er wel wat mensen aanzetten om het eens goed te analyseren wat er nu eigenlijk gebeurd is. En dat kun je beter laten doen door mensen die een beetje op afstand staan, dan door mensen die onmiddellijk op hun eigen verantwoordelijkheid in het proces worden aangesproken. En terecht worden aangesproken, partijvoorzitter, fractievoorzitter. Laat maar eens wat relatieve buitenstaanders daar een analyse van maken. Toen Buckman zelf voorzitter van het CDA was, ging het allemaal nog wel goed. In 1986, in het tweede kabinet Lubbers, werd hij minister van Ontwikkelingssamenwerking. Af en toe hulde in het buitenland. Maar soms, weer thuisgekomen, was het vermoeiend en saai. In die pogingen van de regering uit te spreken en die ook politiek te ondersteunen waar mogelijk en ook andere landen op te wekken. Buckman mocht in het derde kabinet Lubbers de plaats van minister Braks van Landbouw innemen. Braks moest opstappen vanwege een visfraudezaak. En Buckman kreeg een portefeuille met veel emotie. U bent hier. Wij zijn hier. Ons gezin is thuis. Vergeet onze gezinnen niet. Inkomensverschillen zijn groot. En onze kinderen moeten dat toch in de uitgaven altijd voelen. U zegt, denk aan onze gezinnen. Dames en heren, daar gaat het om. Daar gaat het om. Het gaat erom, kun je dus als agrariërs in de toekomst de kost verdienen, ja of nee, voor je gezinnen? Kreeg u met minister Van Aarsen een goede opvolger? Nou, ik vind dat hij een goede minister van Landbouw is geweest, ja. Hij deed het een beetje anders. Hij maakte een beetje een vreemd begin, vond ik. Hè. Dat zo van, ik zal eens even afrekenen met mijn voorgangers en de tijd van pap en nathouden is voorbij. Nou,
Ik vind het nooit zo verstandig om je voorganger onmiddellijk in zijn kraag te grijpen. Dat is ook niet gebruikelijk, hè, voor ministers. Maar later vind ik dat hij het goed is gaan doen als minister. U voelde dat hij een beetje afrekende met u toen? Ja, dat vond ik ook een beetje niet zo erg. Dat is niet zo erg zoals het hoort in de politiek. Dat gebeurt ook eigenlijk normaal, gebeurt het niet. Bij het aantreden van het Paarse kabinet in 1994 ging ook Bukman met het CDA de oppositie in. Voor 2 jaar, want toen mocht hij Kamervoorzitter worden. De Kamer wilde liever een vrouw als voorzitter, maar toch kreeg Bukman zijn erebaan. Kamervoorzitter is de mooiste functie in de politiek. Je hoort alles, je ziet alles en iedereen is aardig voor je. Daar gaan we dan. Ik dank u zeer. Is het allemaal uitgekomen? Ja, daarbij citeerde ik mijn voorganger. Maar u was er wel mee eens, neem ik aan? Ik was het daar mee eens, ja. Dat is ook uitgekomen, ja. Het is ook uitgekomen? Ja, zeker. Ja? Ja, zeker. Dat is het gevoel wat overheerst na zo'n periode? Ja, zeker. Ja, je hebt in het begin altijd wat aanloopmoeilijkheden. Dat had mijn voorganger Wim Deetman had dat ook. Ik ben hoogst eerlijk. Ja. En dan wil ik niet meer horen dat en niet meer gesuggereerd hebben dat het niet zo zou zijn. Maar ik heb me aan het eind van deze periode een heel goed gevoel. Hoor. Ja. Ik hoor commentaar uit de zaal. Als er commentaar is, dan wil ik dat graag niet zo horen, maar voor de microfoon. Maar ik heb dus absoluut geen negatieve gevoelens over de toon die tegenover mij werd aangeslagen. Ja, als je een fout maakt, dan mag dat gezegd worden. Voorzitter, u vergist zich echt. Voorzitter, dat klopt echt niet hoor. Er zijn echt meer dan 75. U kunt het zo uittellen. Zal ik het voortellen? Moet eens luisteren, ik ga af op de mensen achter mij die stemmen. U telt ja, natuurlijk rustig mee. We kunnen allemaal tellen, dat spijt me. Partij van de Arbeid 37. D66 24 is 61. GroenLinks 5 is 66. SP 2 is 68. GPV 2 is 70. RPF 3 is 73. Groep Nijpels 3 is 76. Hendricks en Leerkes is 2, is 78. Ja. Het is niet goed voor je zelfvertrouwen, neem ik aan. Oh, als er om je gelachen wordt, is het vervelend. Nee. Hier in de Kamer wordt er zelden gestrooid met complimenten. Dat is helemaal zo in deze vergaderzaal. Dat lijkt me schrale troost. Nou, maar dat weet je.